Hoi, ik ben Fabian, een van de reporters van de rubriek Zo zit dat. En vandaag ga ik op pad voor de vraag van Dirk uit Lathem. Hij vraagt zich af hoe het vergunningsproces gaat bij een evenement zoals Dreamfields. Ik ga daarvoor naar mijn collega David en hij is in een passende ruimte te vinden, namelijk in de evenementenhal van de Turmak Cultuurfabriek. Ga je met me mee? We hebben een vraag binnengekregen van Dirk uit Lathem en hij vraagt zich af hoe het vergunningsproces gaat bij een evenement zoals Dreamfields. Kan jij daar een antwoord op geven? Ja, dat kan ik zeker. Nou ja, de rol van de gemeente Zevenaar ligt vooral rondom het toezien op de veiligheid van zo'n evenement. Voor zo'n evenement is bijvoorbeeld een evenementenvergunning nodig. Zo'n vergunning wordt verleend door onze burgemeester als zij voldoende vertrouwen heeft in de planvorming zoals de organisatie die aan ons voorlegt. Maar eigenlijk voordat we bij zo'n vergunning komen, gaan er een aantal stappen aan vooraf. Ik kan je natuurlijk wel voorstellen dat de organisatie van zo'n evenement over heel veel zaken goed moet nadenken. Zij bereiden zich dan ook voor met verschillende plannen die zij schrijven. Denk bijvoorbeeld aan een veiligheidsplan, denk bijvoorbeeld aan een EHBO-plan. Denk bijvoorbeeld ook aan gedetailleerde situatietekeningen en bijvoorbeeld een verkeers- en een vervoersplan. Op het moment dat wij al deze plannen van de organisatie hebben ontvangen, dan gaan wij die beoordelen. Ik vraag advies op aan onze adviseurs. Dat zijn onder andere onze hulpdiensten, zoals de brandweer, politie en de GOR. Maar ook onze interne collega's van openbare orde en veiligheid en verkeer. En hoe gaat het daarna verder? Op basis van de adviezen van deze adviseurs kan het zijn dat wij vragen om aan de organisator om de plannen aan te passen. En als uiteindelijk alles in orde is, dan verlenen wij de vergunning. En zit de taak van de gemeente er dan op? Nee, dan zit de taak voor de gemeente er nog niet op. Op het moment dat de vergunning is verleend, dan plannen wij een bezoek in met de organisator om langs te komen op het evenemententerrein. Samen met onze hulpdiensten controleren wij dan of alles volgens de vergunning klopt. Wij kijken of er misschien nog laatste aanpassingen gedaan moeten worden door de organisatie. En het kan zijn dat wij op de dag zelf ook nog komen controleren of alles helemaal klopt. Ja, en dan na het evenement gaan wij natuurlijk nog om tafel met de organisatie. Wij gaan dan evalueren wat er goed ging, wat er minder goed ging en wat er voor een toekomstige editie waar dan rekening mee gehouden moet worden. Nou, dat lijkt me een heel helder en uitgebreid antwoord op de vraag van Dirk. Heb je nou zelf ook een vraag voor deze rubriek? Stuur hem vooral eventjes in. Dat kan door te reageren onder deze video of door even op het linkje te klikken bij deze video. En wie weet, dan tot een volgende keer. Doei! Dag!